hele goede morgen iedereen. Het is vandaag zaterdag. Ik moet even mijn AirPods eruit doen. Het is in de auto, want ik heb vandaag... Wow, het is koud man buiten. Ik heb vandaag het Sabrina Cat feestje. En de dresscode is pink. En raad is wie er helemaal niks pink in de kast heeft. Mwah. En ik heb echt online gekeken en ik ben ook echt de stad ingegaan. Ik heb gewoon niks gevonden. Dus ik ga even kijken of ze bij Adidas gewoon zo'n roze trainingspak of zo hebben. En dan doe ik hakken eronder aan en dan ga ik dat gewoon aandoen. Ik eet ijsjes in dit koude fucking weer. Ik ben zo achterlijk als het maar kan komen. Ik wil namelijk ziek worden. Ik solliciteer er namelijk naar. Maar goed. Ik ga ook gelijk mijn haar laten veunen, want niemand heeft tijd om dat thuis zelf te doen. Chill, come through and chill. Dit liedje is zo heavy. Heavy, goed! Maar goed, ik ga vandaag... Ik moet ook even eten. Misschien moet ik even mijn leven op orde krijgen voordat ik mijn vlog open. Dat is nieuws, hè? Ik kom net van de stad. Het was zo druk dat ik niet eens naar Adidas ben gegaan. Ik heb één mini topje gevonden bij de Topshop in de sale voor €7. En ik ga dat gewoon aandoen met een witte broek en hakken en niemand moet me storen. Ik word gebeld. Door wie word ik gebeld? Hallo? Ja. Vakka. Vakka, wat ben je? Ik ben net klaar. Ik ben naar de Topshop gegaan, want de beurs zat zo vast dat ik dacht, fuck die Adidas winkel. En ik heb echt een topje, gewoon een t-shirt in het roze gehaald. En die ga ik een beetje knopen. Met een witte broek die ik thuis heb. Is dat leuk? Ja, ik weet niet. Jij weet het. Ik ga thuis even kijken. Maar ik ben eigenlijk klaar. Nou mensen, ik zit bij Mirjam in de auto. Dat wordt wat. Ik heb helemaal niks roze aan. Het is echt heel erg. Want ik vind dat je je wel aan je dresscode moet houden. Maar ik ga zo mijn lippen roze maken. En ik heb een zaal, maar ik ga dat toch niet opdoen. Maar ik ben nog steeds met Mirjam en Rabia zit tegenover mij en wij gaan nu lekker terug eten. En ik heb iets met lamsvlees en rijst. En ik heb net yoghurt gevraagd, want anders kan je geen Turks eten eten. Jou ziet er wel echt heel goed uit. Oké, ik deel wel met je. Ik wil wel echt goed. Ja, tuurlijk. Ik heb dit en Mirjam heeft dit en dat. En Rabia heeft dit. So far so good. De diet die er niet is geweest, daar gaan we dit nu eten. Mensen, kijk. Deze kauwgom. Wie kent deze nog? Die lipstick kauwgoms. Dit is zo funny. Ik heb deze zo lang niet op. Vroeger kocht ik deze altijd en dan maakte ik het zeg maar nat met speeksel. En dan ging ik echt langs mijn lip ermee. Ja, het wordt dan ook echt rood. Ja. Heb je dat ook gedaan? Iedereen, elke meisje heeft dat gedaan volgens mij. Ik lig op de bank bij Rabia thuis. Trouwens mensen. Je bent dat wel... Oké, dat was gezellig. Ik vond het allemaal heel leuk om alle meiden te zien. En om foto's te maken en een praatje te maken. Ik hou daar wel van. Kijk, dit deed ik altijd. Het wordt echt rood hoor. Zie je dat? Het wordt rood hè? Red lips for days! Oké, maar goed. Ik vond één ding echt niet leuk aan het event. En dat was aan het begin. Toen ze deden alsof ze Mirjam niet kennen. Ik vond dat echt niet netjes. Ik bedoel, hallo. Je moet wel weten wie je uitnodigt, toch? Maar goed, genoeg daarover gezeid. Want ik ben al heel de dag bezig daarmee. Ik ga kauwgom eten en ik kauw super irritant. Good morning guys, het is vandaag maandag en ik ben al wakker en ik heb me omgekleed en ik ben met Nikki en Raye. En dat meisje is zo groot geworden, zo snel. En het is zo'n lekker kind toch? Maar Wij gaan nu even wat eten bij Bertmans. En even bijpraten. Want ik heb heel lang niet gezien. Hey! Hey girlfriend! Wat ben je knap! En wij gaan nu lekker eten. We hebben pannenkoeken, zoete aardappelen en avocado met een gepocheerd ei. En mevrouw heeft een koekje. Wat ben ik knap. Doe dat zo. Doei. Te lief. Goedemorgen mensen, het is vandaag donderdag. Ik heb echt een hele omkeer gemaakt in mijn leven. Het is echt zo slecht, het is zo te ver gegaan met het ongezond eten. Dat ik werd vandaag wakker en ik dacht nee, je wil je weer gezond voelen en er gezond uitzien en al die shit. Dus ik ga gewoon weer knallen in de sportschool en ik ga fucking gezond eten. Als een van mijn kijkers mijn lekking ziet op straat, moet je me pats vloeren. Niet eens klappen, vloeren. Klaar, het is gewoon klaar. En ik ga fucking gezond doen. Dus ik ben onderweg naar de sportschool. Dus ik ga even cardio doen voor een uurtje. Oké, ik ben net klaar met sporten. Ik heb een hele fles water van 1,5 liter opgedronken. Ik ben ook even heel snel naar Deluxe Nails geweest om mijn acryl eraf te halen en gewoon gel lak doen. En ze doen het daar echt pretty. En het is gewoon in hartje Rotterdam, dus dat is ook wel chill. Ik ga nu naar de auto lopen en dan zitten jullie daar. Oké, mensen, ik zit in de auto. Ik ben net eventjes mijn nagels gaan doen, dat heb ik al verteld. En ik ben even naar de Action gegaan, want mijn shampoo en conditioner zijn op. En ik heb die van Garnier en een Dolf conditioner gehaald. En dit zijn echt, als je mijn vlogs van way back kijkt, weet je dat dit echt mijn go-to's zijn. Ik vind het gewoon fijn. Deze maakt mijn haar goed schoon en deze hydrateert ook fijn. En ik heb de Colgate Max White even gehaald. Dus ik ga nu heel snel douchen en dan ga ik naar Elnaz toe. En dan ga ik mijn Sapa die ga ik zo even thuis bestellen terwijl ik me omkleed, telefonisch. En dan kan ik hem zo even ophalen. Maar ik moet ook even eten, want ik heb te veel... Ik ben te hyper voor iemand die nog niet heeft gegeten. Maar ik ga fucking gezond eten. Want vandaag heb ik mijn sapjes nog niet. En die ga ik morgen pas ophalen. Dus vandaag ga ik gewoon... Weet je wel, van die healthy bowls en een salade en shit eten. Because healthy life is life. En dat is mijn leven. En ik heb weer een nieuw lievelingsliedje. Deze is van Jermaine Liver en Tabitha. Hield het niet 100, niet eens 50. De meeste mensen. Lijns. Oké, ik ga stoppen. Ik ga lussen. Rondom deze parkeerplaats. Mensen, ik zit in de auto. Een vrouw achter mij probeert te parkeren, maar ik kan gewoon niet inparkeren. Het is echt super slecht. Don't wanna burst your bubble. Maar ik heb een pakketje, die moet ik wegbrengen straks. Maar dat doe ik nadat ik terug ben van Amsterdam. Ik ben net een acai bol. Is het acai bol of is het acai? Like, seriously, help me even. Dus ik ga dit eten. Terwijl ik naar Elnaz rijd. Zo'n zin in. Met fruit. Oh ja. Dit was een goede keuze, mensen. Ik voel me helemaal gezond. Wanneer val ik... Ken je dat? Ik ben echt zo'n persoon. Als ik 1 keer naar de sportschool ga, denk ik al dat ik 5 kilo ben afgevallen. Jullie kunnen haar niet zien, maar ze is echt slecht bezig. Ik snap het gewoon niet. Nou jongens. Deze wenkbrauwen zitten in de verf bij Elnaz. Dit is te grappig. Ik lijk echt zo haar. Kijk hoe donker ze zijn. Ik kom net van Elnaz. Ik heb mijn wenkbrauwen weer gedaan. Even voor mensen die zich afvragen. Zij heet op Instagram, heet ze Elnaz The Professional. En zij werkt 3 dagen per week. Werkt ze bij The Amazing Beauty Boudoir in Amsterdam. Maar zij zelf, als je je wenkbrauwen bij haar wil laten doen, is ze in Den Haag. En als je naar Amsterdam gaat en je boekt een afspraak bij The Amazing Beauty Boudoir, moet je wel om Elnaz vragen. Want anders krijg je iemand anders die je wenkbrauwen doet. En Elnaz doet altijd mijn wenkbrauwen. Ik ga de auto instappen en richting Amsterdam rijden. Want ik heb een afspraak bij Robin. Ik had een vlog geplaatst dat ik die massages aan het doen was. En toen zei ik kijker, ja, echt Zonder dat je zo een massage doet en vervolgens fucking slecht eet. Toen dacht ik, ja, heb gelijk. Ik ga niet slecht eten. Dus nu heb ik het idee dat die massages dan ook beter werken. Ik heb mijn Sapa Detox Cure besteld. Die kan ik zondag ophalen. Ik kan niet praten over mij, want je doet, oh shit. Oh. Ik heb een balsem op mijn lippen, daarom zijn ze zo wit. Maar ik kan zondag mijn Sapa Cure ophalen. En nu moet ik afbouwen tot zondag met eten. Dus dat ga ik niet doen. Zodat het super effectief is. Oké, ik ga rijden, jongens. Tot zo. Mensen, het is inmiddels avond. Ik ben in Tilburg beland. Met... Oh, mijn moeder. Ja, doe maar stoer. Ik ben in Tilburg beland met meneer en hij voelt zich wel echt grappig. Maar het is hier koopavond en hij is nooit naar Tilburg geweest. En ik heb een vriendinnetje Della die hier dan woont. En ja, we gaan even naar Jacobi's toe. Jacobi's volgens mij. Ja, daar gaan we even heen. Wij lopen nu in de stad en ik ben bij Jacobi's aangekomen. En hun etalage is zo dik, mensen. En ik zie echt een super cute item die ik misschien voor hem wil kiezen. Oké, wat denken jullie dat zijn smaak is als je zeg maar zoiets ziet? Hij is namelijk heel apart. Ik probeer het niet te veel te filmen, zodat jullie het niet kunnen raden. Maar ik ben wel heel benieuwd. Ik ben nu bij Jacobi's en ik ga... Ik mag mijn vriend stylen, dus ik ga een hele leuke... Ik ga een paar leuke items voor hem uitkiezen en dan even kijken hoe het bij hem staat. Vind ik leuk. Ik heb jullie net een beetje laten zien. Ik zelf zou eerder voor een sweater gaan. Ik vind deze wel heel stoer van Valentino. Maar ik twijfel ook over Off-White, want die is ook vet. Maar ik ben nog aan het doen. Oké guys, check wat ik hier vind. Mijn favoriete geurtjes van Montal. En ik heb die Intense Café, maar ze hebben hier zoveel. En deze van Nouvelle Absolut is ook echt de favoriet. Ik vind dit zo mooi op kleur gedaan. Ik had deze geroken en deze vond ik ook echt heel lekker. Dit is Rosé Musk. En dan heb je met twee kleurtjes en dan is dat de intense variant ervan. I got the item. Mensen, wij zijn net weg van Jacobi's. En het is, ik vind het oprecht een hele leuke winkel. En ik mag jullie misschien ook blij maken. Net zo blij als ik nu ben. Dus dat is wel leuk. Maar daar ga ik thuis iets meer over vertellen. Hun hebben 23 november trouwens een Black Friday sale. En alles gaat gewoon in de sale van die Valentino sweaters en die t-shirts en Gucci. Alles gaat in de sale. En Black Friday is altijd een fucking vette sale. Dus het is zeker waard, dames en heren, om daar naartoe te gaan. En even kijken of je iets leuks kan scoren. Wij gaan nu wat eten bij... Waar gaan we eten? Zeg dan. Zeg gewoon die naam. Wij gaan misschien zo... Wij gaan nu bij Melissa wat eten. Ik weet niet wat het is, maar Della zei tegen mij dat dat heel lekker is hier in Tilburg. Nu we er toch zijn. En Tilburg is eigenlijk niet zo ver van Rotterdam. Dus dat is super tof. Zoals jullie kunnen zien zijn we bij de Vapiano beland. Want we wouden eigenlijk Melissa eten. Maar restaurants gaan hier redelijk vroeg dicht. Dus dit is het enige wat we konden eten. En ik heb een pasta volkoren genomen. En ik wou eigenlijk geen kaas, maar hij had per ongeluk kaas erop gedaan. Maar het is niet erg. Ik eet gewoon, dus toch nog semi-gezond. Ik probeer, zeg maar, voor mijn sappenkuur aanstaande zondag probeer ik af te bouwen met eten. Dus dan eet ik gewoon 2 maaltijden per dag. Dus in de ochtend na het sporten en eentje dan in de avond. En dan tussendoor drink ik heel veel water. En dan eet ik nu gewoon een pastaatje. En dat is dan volkoren, dat is niet heel ongezond. En dat is eigenlijk het. Oké, van volkoren pasta zit je zo snel vol. Maar ik wil niet mijn pasta helemaal eten. Dus ik ga nog een beetje Caesar salad eten. Oké, mensen. Ik zit even alleen in de auto. Ik ga jullie even laten zien wat we hebben uitgekozen uiteindelijk bij Jacobi's. En wij zijn voor... Meneer houdt echt heel veel van bloesjes. En we zijn voor zo'n checker shirt gegaan. Van Gucci. En dit is best wel swag. Want we hebben allebei laatst matching Gucci sneakers gehaald. En dit staat er dan wel stoer bij. En jongens, het is het zeker waard om naar die winkel te gaan. Om gewoon even te checken. En vooral de 23e van november. Want dan is het Black Friday. En misschien wel iets leuks. Als je mijn naam doorgeeft, krijg je extra korting aan de kassa. Dus allemaal naar Jacobi's in Tilburg. Dus boys en girls, doe dat. Oh, en ik heb zelf nog een Montal geurtje uitgekozen. En ik heb dit keer van Nouvelle Absolut genomen. Want ik heb Intens Café. Die heb ik trouwens in de auto. Want ik doe thuis, vergeet ik dan zeg maar een geurtje op te doen. En dan denk ik, oh ja, ik heb die in de auto. Deze. En ik vond die roosmusk ook heel lekker. Maar toen rook ik weer. En hij rookt bijna hetzelfde als Intens Café. En deze van Nouvelle Absolut is best wel zoet. En voor iedereen die het voor zich vraagt, deze is ook lekker. En deze is dan zilver. Die flesjes zijn zo schattig. Voor iedereen die het vraagt, deze kan je kopen bij... oh. Ik spoot hem in mijn neus. Niet doen. Maar deze kan je kopen bij Jacobi's. En als je niet naar Tilburg kan, dan hebben ze ook een online webshop. Oh, en de Black Friday sale geldt ook online. En ook mijn code volgens mij geldt ook online. Of alleen in de winkel. Volgens mij geldt mijn code alleen in de winkel. Maar goed, dat vind je in de beschrijving. En ik ga zo lekker naar huis. Ik kan niet wachten. Oh mensen, ik ben eindelijk thuis. Ik lag zo lekker op de bank. Ik heb echt... Ik weet niet wie dat nog meer heeft. Het ligt hier zo warm. Maar goed, ik weet niet wie dat nog meer heeft, maar... Ene vraag sowieso. Na hoeveel dagen is het gat bij je verstandskiezen als je hem laat trekken weg? Wanneer groeit dat dicht? En als hij dicht groeit, misschien is dit echt too much information. Maar hebben jullie dan ook het idee dat het naar ijzer smaakt, je mond? Want dat heb ik. Af en toe ga ik me zo met mijn tong langs die hechtingen. Ja, die hechtingen zijn ijzer zo. Maar goed, weet iemand wanneer dat opgelost wordt? Want ik heb een waterflosser gekocht. En ik spuit elke keer als ik iets heb gegeten, dan ga ik met dat ding, spuit ik dan in dat gat. Zodat dit alle etenrestanten, echt too much information. Maar zodat dat weggaat. Want ik vond dat prikje dat hun mij hebben gegeven, vond ik echt niet praktisch. Ik zat net met mijn vriend in de auto. En we zaten te praten. Hij vindt het blouseje echt leuk. Dus het is wel leuk om hem dan ook even blij te kunnen maken. Maar we zaten te praten, weet je. We hebben best wel diepgaande gesprekken in de auto, weet je. Het is niet... Als ik nog één keer weetje zeg, word ik para. Op mezelf. Het is niet zo dat wij... hey, ik heb vandaag dit gekocht en hey, ik heb vandaag dat gekocht. Gesprekken hebben. Totaal niet. Mijn vlogs daarentegen zijn wel zulke soort... achtige vlogs, want het is voornamelijk beauty en lifestyle. En af en toe vind ik het leuk om over actuele onderwerpen mijn mening te geven. Maar hij zei gisteren, weet je, hij zei ik lag in bed. En toen zei hij, En hij zei, ik keek zo. Hij zei, voordat ik in slaap viel. En toen zei hij gewoon alhamdulillah. Weet je, en alhamdulillah betekent van, ik ben dankbaar. Ja, hoe ga ik het best uitleggen? Gewoon alhamdulillah. Van, ik ben zo dankbaar voor wat ik heb. Dank je wel daarvoor. Dat zeg je dan tegen God. En hij had het over, Saudi-Arabië is nu zeg maar met Jemen een oorlog aan het voeren. En ik heb al super weinig respect voor Saudi-Arabië als land. Het is maar dat, ja, dat Mekka en heilige grond voor moslim daar gelegen is. Anders zou ik nooit over Saudi-Arabië nadenken. Maar goed, het bestuur van dat land is zo disgusting. Maar ja, hij had het dus over het feit dat hij in bed lag. En dat hij dacht, mijn buik is gevuld. Ik lig veilig, ik heb een dak boven mijn hoofd. En hij was daar heel dankbaar voor, want hij zei, hij had de foto gezien van een meisje. ML Hussein heet volgens mij. En het was een 9-jarige meisje in Jemen. En als ik erover na moet denken, moet ik echt fucking hard huilen. Dan vind ik mezelf zo vreedzuchtig. En dan denk ik bij mezelf, wanneer is het genoegen, weet je? Wanneer neem je genoegen met wat je hebt? En hij liet mij die foto zien. En dat meisje is gewoon dood gegaan door honger. En dat is zo gek dat dat nog bestaat, zeg maar. En niet alleen in Jemen. Dat zal ongetwijfeld in meerdere landen zo zijn. Maar ik vond het best wel heftig. Want ik keek naar die foto. En ze was 9 jaar. En ze had echt te snakken naar adem. En je kon haar botje stellen. En het was gewoon heftig. En dat is omdat Saoedi-Arabië natuurlijk alle export naar Jemen heeft stopgezet. Waardoor hun geen voedingsstoffen kunnen ontvangen. Nog grondstoffen. En ze laten lekker 2 miljoen kinderen gewoon lekker doodgaan. Want dat vinden ze leuk of zo. Fucking disgusting. En dit allemaal omdat, godverdamme gewoon. Echt, ik zweer, ik kan er zo boos om worden. Bij mij is alles heel gepassioneerd. Mijn haat is heel gepassioneerd naar iets. En ik haat niet zo snel iets. Ik haat niet heel snel mensen. Maar dit soort shit, echt, oh, mijn haat ervoor is zo intens. Ik zeg je eerlijk, is echt intens. Ik vind dat zo misselijkmakend gewoon. Dat kleine kinderen moeten lijden om fucking domme kwesties. Godverdamme. Nou, in ieder geval, ik heb daar geen respect voor. En we hadden het daarover. En weet je, gratitude en dankbaarheid. Ik vergeet dat ook af en toe. En ik vind me daar gewoon schuldig aan. En dan walg ik gewoon stiekem een beetje van mezelf. En dan denk ik, ja, ik mag echt wel iets dankbaarder zijn. Gewoon voor alles wat God je heeft gegeven. En wat hij je niet heeft gegeven. En wat hij je nog gaat geven. En wat hij uit je buurt blijft. Laat houden. Maar goed. Ik vond het even heftig. Ja, nu hebben jullie weer mijn mening gehoord. Ik ga een beetje internetten en slapen. Want ik was super vroeg wakker. Ik vind het ook allemaal heel spannend. Want volgende week, of over 2 weken, voordat ik naar Tokyo ga, hoor ik of mijn marktonderzoek of is. Dus dat vind ik nog een beetje spannend. Ja, dat zit. Ik ga gewoon naar mijn bed toe, want ik ben heel moe. Vergeet je alsjeblieft niet te abonneren op mijn kanaal. Laat een blauw duimpje omhoog achter. En dan zie ik je graag bij de volgende video. Doeg!